Ja, dank u wel voor de presentaties en de position paper. Erg duidelijk. Ik sloeg een beetje aan op het voorkomen is beter dan genezen. En dan ten eerste het voorkomen van onnodige vaccinatieschade. En dan ben ik benieuwd wat de heer Fouché zegt over de recente wetenschappelijke inzichten met betrekking tot de mRNA-vaccins en het spike-eiwit en hoe lang dat in het lichaam blijft en of daar nog gevolgen van kunnen zijn. En ten tweede het voorkomen van onnodige medische behandelingen. En dan met name, kijk, er werd ook in de position papers wordt enorm ingezet op de ontwikkeling van vaccins. Maar als je dan een snel muterend virus hebt en je weet inmiddels dat bijvoorbeeld jongeren, nou laat ik voor het gemak mensen onder de 50 tot jongeren bestempelen, dat die eigenlijk daar helemaal geen gevolg van hebben, geen last van griep of corona. En dat je dan toch dit soort groepen een onnodige medische handeling min of meer opdringt. Dus graag op die twee dingen een reflectie. Dank u wel voor al die interessante vragen. Om dan maar weer het rijtje af te gaan, meneer Van Haga. Onnodige vaccinatieschade, daarvan is mij bijzonder weinig bekend. Natuurlijk zijn er bij vaccins altijd bijwerkingen. En dat is al zo bij de vaccins die 80 jaar geleden toegepast werden en nu nog steeds. De percentages van ernstige bijwerkingen zijn altijd zeer beperkt. En ook bij de mRNA-vaccins zijn die bijwerkingen zeer, zeer beperkt geweest. Niet heel vergeleken met de gezondheidswinst die ze hebben opgeleverd. Over het aanwezig blijven van mRNA en van spike-proteïnen in het lichaam, die RNA's en eiwitten kunnen enige tijd in het lichaam blijven, weken, maanden, maar zullen uiteindelijk verdwijnen door het opruimen van ons eigen afweersysteem van die RNA's en de eiwitten. En dat is eigenlijk bij alle vaccins zo. En het is zelfs zo dat de meeste vaccins beter werken als het antigen, dus in dit geval het spike-eiwit, wat langer aanwezig blijft. Een tweede vraag met betrekking tot de overbehandeling van groepen patiënten die daar eigenlijk niet, waar dat eigenlijk niet nodig is, in dit geval patiënten onder de 50. Heeft u in principe gelijk dat bij corona, bij patiënten onder de 50, bij COVID, bij patiënten onder de 50, de ziektelast beperkt was? Maar ik wil toch opwijzen dat dit onderwerp nu gaat over alle pandemieën, niet alleen over COVID. En dan wijs ik u graag op de pandemie van HIV-AIDS, die met name bij mensen onder de 50 schade heeft gedaan. De pandemie van 2009, Mexicaanse griep, waar wereldwijd honderdduizenden kinderen onder de 15 jaar aan zijn overleden. En aan de Spaanse griep uit 1918, waarbij meer dan de helft van de 50 miljoen slachtoffers mensen onder de 50 jaar waren. En dus deze pandemie was het zo dat dit luchtwegvirus blijkbaar met name de oudere bevolkingsgroep treft. Maar een volgende pandemie kan die bevolkingsgroep mensen van u en mijn leeftijd bevatten.